Weer Plaza bewaakt ieder jaar veel grote evenementen in Nederland. Denk aan grote concerten en denk ook aan grote festivals. En vandaag sta ik op zo'n festival, op Mysteryland. Meer dan 100.000 mensen komen hier op zaterdag en zondag op het festival. En het weer speelt daar altijd een belangrijke rol. In the Netherlands, the sun is shining. I hope everyone is having a good time. If you're having a good time, make some noise! Een evenement als Mysteryland, dat staat niet in één dag. Dat heeft weken voorbereiding nodig. Podia moeten worden opgebouwd, tenten moeten worden neergezet. En als het festival dan afgelopen is, dan is het ook niet zomaar voorbij. Dan is er zeker nog een week nodig om alles weer op te ruimen. Weerplaza zorgt voor de weersverwachtingen tijdens die periode. Vanaf de eerste dag wordt er een weersverwachting gemaakt tot aan de laatste dag. En op het moment dat het evenement echt aan de gang is, dan wordt het weer ook bewaakt. Deze week heeft de weerman van Weerplaza het niet echt heel erg druk. Het weer is heel rustig, het is zonnig en het is droog. Alleen de temperatuur speelt een belangrijke rol. En dat kan je ook wel zien, want het is goed heet vandaag. Mysteryland is momenteel in volle gang en toch hebben wij hier een rustig plekje gevonden. Wij staan hier vlakbij Mission Control, laat ik het zo maar zeggen. De controlecentrum van Mysteryland. Hier achter mij zit politie, zit brandweer, de organisatie, de gemeente is aanwezig. En die kunnen op heel veel camera's zien of alles goed gaat. Op het moment dat het slecht weer is, dan belt de weerman ook met deze ruimte. Hier binnen zit ook Marloes Huistede. Zij is van ID&T en zij gaat ons vertellen wat er allemaal gebeurt in verband met de hitte. We zorgen voor voldoende schuilcapaciteit, dus dat er schaduw is. Dat we voldoende watervoorraden hebben, dus bij de barren, maar ook bij de toiletten. En dat we voldoende zonnebrand aanwezig hebben te kopen of gratis uit te delen. En we doen aan voorlichting dus vooraf aan dat je bezig bent met je voorbereiding, de voorbereiding op het evenement. Dus dan geven we ook echt een advies mee met draagluchtige kleding. Pace yourself, dus doe het rustig aan en zoek af en toe de schaduw op. Drink water, niet meer dan 2 glazen per uur. En zorg ook dat je je zout levels aanvult. Dus eet even dat zakje chips of dat frietje. Nou is Mysteryland al een heel oud festival. Dit is de 26e editie inmiddels. Heb je wel eens echt het festival moeten cancelen of is dat wel eens voorgekomen vanwege het weer? Nou, Mysteryland heeft al een aantal extreem weeredities gehad, waaronder dus vorig jaar, maar ook ik denk een van de eerste edities hier op het terrein. Dit is de 7e editie op het voormalige Floriade-terrein in Haarlemmermeer. En bij een van die eerste edities hebben ze wel zulke regenval gehad dat de brandweer 's ochtends heeft moeten helpen met het wegpompen van het water, omdat het gewoon op het hele terrein blank stond en anders hadden ze niet open kunnen gaan. En zo zie je maar weer dat het weer altijd een belangrijke rol speelt bij grote festiviteiten. Of het nou hagel onweer of temperaturen zijn rond de 30 graden. Ik ga nog eventjes genieten van dit mooie weer. Ik ga naar de mainstage. Tot ziens! Goed blijven drinken, hè? Belangrijk zo'n dag.